Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag 7 september. De R zit weer in de maand en dat betekent dat de dagen kouder worden en ook vochtiger. Hierdoor hebben de kalfjes meer kans op luchtweginfecties. Na 2 weken gaan bij ons de kalfjes naar binnen. Ze zitten hier achter in de stal, wat het best wel lastig maakt, omdat de deur, waar wij natuurlijk de hele dag door naar binnen en naar buiten gaan, die staat natuurlijk open. En die proberen we, als de winter instaat, zoveel mogelijk dicht te houden. Maar ja, dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Daarom hebben we hier ook pakken strooi neergezet, om de tocht te verminderen. En ook hebben we hier platen staan, om de lucht tegen te houden, zodat het niet trekt onder de hokjes door. Maar nu doen de kalfjes het heel goed, dus... Tot nu toe gaat het allemaal prima. Kalfjes die last hebben gehad van de longen kun je eigenlijk altijd herkennen in de koppel. Omdat ze in de periode natuurlijk minder drinken, ze zitten minder lekker in de vuil, de vacht is minder glanzend. En dat zorgt er allemaal voor dat ze een groeiachterstand oplopen. Nog even een update op mijn vorige vlog. Het afkalfhok staat leeg, schoon en ook droog. Momenteel staan er 25 koeien droog, wat best wel veel is op een koppel van 130. Nu is het nog best wel rustig, maar ik verwacht dat in de loop van deze week, volgende week, dat het dan wel iets drukker gaat worden. Tof dat je weer gekeken hebt en graag hoor ik wat jij doet om hoest- of luchtweginfecties bij kalfjes te voorkomen.